Op de lijst van beroemde Nederlanders hoort Jan Pieterszoon Koen zeker thuis. Want hij is de man die de Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft veranderd van een technisch failliet rommeltje tot een bloeiende internationale handelsonderneming. Mijn eigen expertise is ondernemingsbestuur. En dat is waarom ik Jan Pieterszoon Koen bewonder. Want hij kon niet alleen een strategisch plan maken van wat er moest gebeuren met de onderneming. Hij kon het nog zelf uitvoeren ook. En er zijn niet veel mensen die beide kunnen. Koen was bijna 21 jaar oud toen hij in 1607 voor het eerst naar Azië voer. Hij begon als onderkoopman op het schip Hoorn. Zo'n schip. Dat was natuurlijk genoemd naar zijn geboortestad, want hij kwam uit Hoorn, niet uit Amsterdam. Hij was afkomstig van een goede familie. Hij kwam uit een koopmansfamilie en hij heeft zijn jeugd doorgebracht in Italië, in Rome, waar hij het vak leerde bij vrienden van zijn ouders. Hij kende dus ook de grote renaissance schrijvers. Dat was een ontwikkelde jongeman. Op zijn eerste reis kon Koen meteen aan de lijve ervaren dat wat de VOC wilde, dat niet gelukt was. Wat de VOC wilde doen, was het handelsimperium van de Portugezen overnemen. Nou, daar was geen sprake van. De Portugezen die hadden grote vestigingen waarmee ze de routes beschermden. De eerste was op Mozambique, als je om Afrika heen voer. Dan Goa, West-Indië. Malakka, vlakbij waar nu Singapore is. De eerste expeditie waarop Koen meeging naar de oost, die viel het fort van Mozambique aan. Ja, tevergeefs, dat lukte niet. En de uiteindelijke opdracht, ver weg op de Banda-eilanden, een stuk of 7 bij elkaar, nog niet eens zo groot als Texel, om daar een handelspost te stichten, dat lukte ook niet. Sterker nog, de aanvoerder, admiraal Verhoef, die werd in Banda samen met 30 van zijn mannen in een hinderlaag gelokt en vermoord door de lokale bevolking. Koen realiseerde zich dat het anders moest. Zeker na zijn tweede reis. Want toen hij de tweede keer aankwam op de hoofdvestiging in Bantam, de grote pepermarkt, bleek de hele factorij van de VOC daar verwoest. Alle voorraden waren verbrand. Meerdere mensen waren vermoord. De VOC had absoluut geen positie daar op het eiland. Wat Koen deed, hij organiseerde de boel, zette zijn voorganger af, ging meteen weer terug naar Nederland en diende daar bij de heren van de VOC, de heren 17, diende hij een heel nieuw plan in van hoe het anders moest. Waar dat businessplan op neerkwam, was dat de VOC niet zoals voorheen moest proberen geld te verdienen door met schepen vanuit Azië terug naar Nederland te varen en dan specerijen te verkopen. Nee, zei Koen, wat we moeten doen, we moeten onze vloot, onze kracht, die moeten we inzetten voor de handel in Azië. Tussen Perzië, Siam, Indië, de Indonesische eilanden en China. Op die Aziatische markt, daar moeten we ons geld verdienen. Bovendien kon op die manier een ander strategisch probleem van de VOC worden opgelost. De VOC had namelijk geen goederen in Nederland die ze naar Azië konden exporteren. Wij hadden niks wat men daar wilde hebben. En om die handelstroom op gang te brengen, hadden we natuurlijk wel iets nodig, nootmuskaat. Nootmuskaat was een heel speciaal kruid dat alleen maar voorkwam op de Banda-eilanden. Het plan van Koen, dat werd door de heren 17, de bewindhebbers van de VOC, werd dat in ontvangst genomen en gesteund. Hij mocht het zelf uit gaan voeren. Hij werd benoemd tot de hoogste baas van de VOC in heel Azië. Wat hem niet lukte, dat was de Bandanezen ervan te overtuigen om hun nootmuskaat alleen aan de Nederlanders te leveren. Ook al waren de Nederlanders op zee de sterkste. En dat kwam omdat de Engelsen hem dwars zaten. Die zaten de mensen op Banda op te stoken, want die hadden ook wel in de gaten van hé, die nootmuskaat, dat is de Achilleshiel van de VOC, moet zorgen dat ze die niet kunnen krijgen. Dus die stookte de bevolking van Banda op om niet alleen aan de VOC te leveren, maar ook aan de Engelsen. Nou, om daar wat aan te doen, en dat is bekend, dat is ook de smet op de blazoen van Koen, heeft hij uiteindelijk een enorme legermacht met, ik geloof, iets 1600 Nederlandse soldaten. En enkele Japanse huursoldaten heeft hij naar de Banda-eilanden gestuurd om ze te veroveren. En toen kon hij die hele handelstroom op gang gaan brengen. Hoewel hij al erg ziek was in zijn laatste jaar, gaf Koen zelf leiding aan de verdediging van het hoofdkantoor van Batavia, van de Engelsen op zee en de vorst van Mataram met 100.000 man vanaf Java. En ja, op een avond ging hij nog eten, de volgende ochtend was hij dood. Batavia, dat Koen overigens Nieuw Hoorn had willen noemen, naar zijn geboorteplaats, werd het centrum van de Aziëhandel van de VOC. En in die zin is Koens strategie helemaal uitgevoerd. Koen is de man die de VOC heeft groot gemaakt.
En het is niet alleen Jan Pieterszoon Balkenende die hem bewondert. Alle mensen die Coen tijdens zijn leven meemaakten, vonden hem een groot man.